En minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan het telecommunicatiebedrijf. Als onderdeel van dit werkbezoek heeft hij een rondleiding gehad in de studio van ATV. Mike Antonius, die gisteren officieel benoemd is tot directeur van het telecommunicatiebedrijf, zei daarbij dat er voor goede opnames een goede studio nodig is. Het streven is volgens hem daarom erop gericht naar Surinaamse maatstaven een moderne studio neer te zetten. Minister Pengel was aangenaam verrast met de studio. Hij pleitte dan ook voor meer programma's gericht op de gezondheid en educatie. Dus we zijn in de fase van upgrading. Dit is nog een work in progress. We zijn nog niet klaar. Maar we proberen in ieder geval, zeg maar, voor Surinaamse maatstaven een modernste studio hier neer te zetten. En van daaruit goede producties te ontwikkelen. Om ook, omdat de Surinaamse content uniek is. Niemand anders produceert het. Dus dat is dan een belangrijke, toegevoegde waarde voor wanneer wij straks bellen, tv, internet ook zullen gaan aanbieden. Namens mijn vorige liefde, het ministerie van Volksgezondheid, wil ik dan toch aan de redacties bijvoorbeeld vragen om te bekijken hoe we bijvoorbeeld nog meer gezondheidsprogramma's zouden kunnen brengen, zelf gemaakte. Producties zoals los van de traditionele geneeskunde of de westerse geneeskunde ook. Die van de traditionele was een heel populair programma met mevrouw Drenthe. En er zijn ook heel veel mensen die op pioniersgebied wat dingen doen, dat soort dingen belichten. Maar vooral dus gezondheidsboodschappen, programma's over gezondheid en educatie. Aldus Patrick Pengel, minister van OWTNC en daarvoor Mike Antonius, directeur van het telecommunicatiebedrijf Telesuur. De minister en delegatie mochten ook kijken naar een presentatie over het Telesuur Nationaal Breedbandproject en het project Ontsluiting Binnenland, met het doel hen een beeld te geven over de ontwikkelingen binnen Telesuur. Directeur Antonius gaf aan dat het nodig was te laten zien wat de strategische focus van het bedrijf is in de periode 2016 tot 2020. We hebben in dit kader willen we ons meer en meer gaan positioneren als enabler of a better future for Suriname and enriching lives and ways of doing business locally and abroad through the power and use of connectivity and information. En dat is het toekomstbeeld, dat zijn de zaken die we nu aan het uitvoeren zijn om in ieder geval hier invulling aan te geven. Voor ons, we zijn vanaf de liberalisatie van de markt, zeggen wij, hey, wij blijven leven van de telecommunicatieontwikkeling van Suriname. En dat doen wij doordat wij communicatie faciliteren middels innovatieve en marktgerichte oplossingen. Daarmee is het natuurlijk belangrijk om ons goed te onderscheiden en dat doen we door creating an excellent and seamless customer experience. En natuurlijk zijn we daarin nog niet helemaal in geslaagd, want we weten waar de pijn ligt en wij besteden daar ook aandacht aan. Een van de zaken die we later zullen belichten is het Telesuur Nationaal Breedbandproject. En dat is een van de zaken om op den duur in staat te zijn om meer waarde te leveren aan de klant. Telesuur-directeur Mike Antonius gisteren tijdens een werkbezoek van de minister van OWTNC Patrick Pengel aan het telecommunicatiebedrijf.